De rode peperregel. Het lijkt erop dat we tegen het einde zijn gelopen van deze Kirby game. Is dit de laatste wereld? Rode pepers zijn natuurlijk wel de eindbaas onder het eten. Ik bedoel, als je die eet ga je kapot. Dus misschien is dit wel het einde. We moeten gewoon naar leveltje 1. Hier zitten ook weer 5 energiebollen. En we spelen de game nog steeds 100% uit. Dus daar gaan we. We gaan jou even pakken, jongen. Hoppakee, ik heb jouw speertje te pakken. Lekker. Zo, maar dit ziet er best wel cool uit. Sorry dat ik tegen jou aanliep. Sorry. Ik steek jou. Hoppakee. Dat zeg ik niet heel vaak. Ik steek jou. Dat zijn niet hele nette talen voor mij. Dat gebruik ik niet zo heel vaak. Maar in deze game is alles toegestaan. Want wij zijn Kirby. En wij moeten het spaceship redden. En waarschijnlijk de draak gaan verslaan. De boze draak. Die hier ergens er moet zijn. De driekoppige draak. Ja, die hebben we eerder gezien. Die gaan we hopelijk hier verslaan. Dus knal die duimpjes omhoog als je genoten hebt van deze serie. Ik weet niet of die al klaar is na deze aflevering. Want we kunnen nog allemaal minigames doen. En we kunnen ook gewoon zo onderlangs gaan. Maar doe even een duimpje omhoog. Abonneer als je van Nintendo houdt. Want binnenkort komt natuurlijk ook Zelda op dit kanaal. En ik denk dat ik ook Minecraft Legends ga spelen. Lijkt me wel lachen om die gamers te gaan proberen. Kirby, pak ze nou gewoon een keer. Hop. Oh, je kan dus ook op dat randje staan daar zo. Oh, je moet niet zomaar springen als er lava is, Rick. Potverdorie, oké. Okay. Ja, ik wil gewoon even dit vleesje. Gun me, ja, dankjewel. Nu kan ik dit vleesje pakken. Kom op, pak vleesje. Lekker, oké. Okay. Ja, top. Ik ben best wel veel geraakt al. En, we zijn wel door het eerste deel heen gekomen, gelukkig. Nu door naar het tweede deel waarin we moeten gaan rennen. Oké, wat is dit? Dit is stekelvarkenkracht. Let's go, stekelvarkenkracht. Oh, daar kunnen we rollen. Dat was vet. Dat moet ik vaker doen. Oh, dit was net op tijd. Hoe rol ik? Zo rol ik. Ja, dat was cool. Ik voel me net een rollade. Oh, hier terug? Nee, daar is niks. Ik kan zo over de lava heen rollen, dus dat is top. Ja, dit is super. We gaan goed. Kan het emmertje hier pakken en dan weer rustig het knopje indrukken. Dan hebben we geen last van deze grote vuurbal, jongen. Oké, en toen? Hierboven is een vuurbal. Ik kan natuurlijk gewoon hier achter die vuurbal. Even zo kijken wat er gebeurt als ik hier naar boven ga. Hier is niks, denk ik. Misschien bij de volgende wel. Kom maar, vuurbal. Kom maar. Zo'n grote vuurbal, jongen. Is hier iets? Hier is ook niks. Misschien bij de volgende dan. Hier is wel een sleutel. Die gaan we gewoon pakken. Ik denk dat ik dan maar gewoon door moet rennen. Wow, dat ging net goed. Ja, cool. Oké, deze sleutel hadden we dus nodig. Dan kunnen we hier dit poortje openmaken. En hebben we de eerste energiebol te pakken. En een uppie. Dus dat is lekker. We gaan goed. We liggen op schema. Let's go. Oké, volgende stuk. Hier zijn allemaal ogen. Deze ogen die gaan op een gegeven moment sneller. Oh, en we hebben vuurman. Ik ga... wat zandman is dit? Ik ga zandman pakken. Let's go. Ik weet niet of zandman echt zo'n goede kracht is trouwens. Maar ja, maakt niet uit. We hebben zandman nu te pakken. Oh, en we moeten baas verslaan. Dat gaan we dus doen met zandman. De watergalboros. Oké, pas op. Oké, als ik nou... Ja, dit gaat best wel soepel. Dit gaat eigenlijk best wel heel erg soepel. Oh, jongen. Ik dacht... ik wist niet dat je dat ging doen. Maar oké, nou ja, easy peasy. We gaan jouw kracht stelen. Lekker, waterpower, let's go. Als het goed is kunnen we ook surfen. Ja, cool, hier is nog een sleutel. Gaan we weer pakken. Hoe werkt dit? Oké, we gaan deze pakken en dan gaan wij zo hier doorheen door dit water. Ja, cool, oké, nice. Ja, oké, het was makkelijker dan ik dacht. Het was gewoon noodzakelijk dat je die power hebt. 2 keer naar voren drukken en dan gaat hij lekker sliden op het water. Ik denk dat ik dus nu... Hoe gaat dit? Hoe moeten we dit doen? Oké, wacht. Ah ja, kijk, ik moet dit water, moet ik zo doen? Ja, en dan, dan gewoon een trappetje maken. Oh nee. Oh nee, dit is fout gegaan. Dit gaat niet meer lukken. Tenzij ik deze sleutel daarboven kan gooien. Zo? Nee, oké. Is er iemand met waterpower? Oké, dit moeten we even opnieuw gaan doen. Oké, ik denk dat ik gewoon te voorzichtig was. Als ik gewoon zo... Oh. Ja? Ja? Ja, en hier kunnen we dan gewoon oplopen. Ja, precies. Oké. Ik had er gewoon op kunnen staan, dus. Ik had helemaal niet zo moeilijk hoeven doen. Ik denk altijd te moeilijk, joh, in deze Kirby games. Maar we hebben hem te pakken. Oké. Let's go! Oké, we kunnen hier naar boven. Nee, dat werkt dan weer niet zo. Dan moeten we zweven. Oké, nou dan gaan we toch lekker zweven. Ook prima. Volgende stuk. Let's go. We kunnen dus ook onderlangs nu. Dat is best wel chill.
Ik denk dat hier lava... Maar ik dacht dat er lava kwam, maar het was meer dan lava, potverdorie. Het was gewoon een gigantisch monster. Hier, kom dan. Hoppa. Ik heb wel behoefte nu aan eten, jongens. Geef me eten. Alsjeblieft. I need some food. I need some vleesjes. Of wat anders lekkers. Waar haal ik dat? Hier beneden niet. Hier beneden zit een monster. Ja, ik had jou wel gezien. Ik had jou wel gezien. Jij denkt, ik ben dom. Ik was wel bijna dom. Hieronder zit de uppie. Oké. Ze zouden onderlangs kunnen gaan. Dan denk ik dat daaronder misschien ook wel een... Auw! Die had ik even niet verwacht. Eerlijk? Ik ga niet liegen. Die had ik niet verwacht. Oké, dankjewel. Dan ga ik nu wel onderlangs, denk ik. Wee, 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 wee. Oké. Pakken we hier deze bom? Oh my god. Wat ben ik allemaal aan het doen? Ik ben bijna kapot. Maar die burger, die was wel lekker. Oké, wat is dit? We moeten een wedstrijdje houden weer. Let's go. Ja, maar als het goed is ben ik echt veel sneller met water, man. Oké? Is dit goed? Doe ik dit goed? Ik had die allemaal moeten ontwijken, hè? Ik heb hem kapot laten gaan. Oké, ik ben opnieuw naar binnen gegaan. Sommige moet ik dus wel aandoen en andere niet. Deze wel. Ik moet hem redden. Deze niet. Deze weet ik niet. Wel dus. Hij heeft dus die blokjes nodig. Beetje vaag, jongens. Beetje vaag. Hoe moet ik nou weten wat hij nodig heeft? Oké, aan. Sowieso aan. Deze moeten we niet indrukken. Dan schijnbaar moeten we deze wel doen. Deze blokjes. Dan moet ik dit blokje denk ik niet weghalen. Dan deze weer wel. Oh, deze had ik moeten timen. Deze had ik moeten timen, want nu... Het geloof je niet. Oké, daar gaan we weer. Aan. Aan. Deze hoeft niet. Dan moeten we er 1, 2 wel doen. En deze gaan we timen. Zodra die hier is en dat platform dus naar links gaat. Nu denk ik. Ja, dan... Ja, toch! Ja, toch! Ja, overleef het! Kom maar! Kom, hier! Hoppakee, geef me je sleutel! Yay! Man! Oké dan! De derde hebben we ook in de pocket. Nice! Oh, ik word teruggeschoten. Oké, doei! Ja, later! Hoi! Hoppa! Oké, de derde energiekristal hebben we binnen. We gaan door naar het volgende stukje. Zouden we hier een baas krijgen? Zou hier een baasje komen? Of is het gewoon een gigantisch groot level? Oké, sneeuwpopman! Kom hier, sneeuwpopman. Ja hoor, komt u maar. Hoppa. IJs, meneer. Lekker ijs, Kirby. Ja. Wat gebeurt er? Oh, we worden een gigantische sneeuwbal. Oh, oh, oh. Dit ging bijna fout. Oh, ik moet mezelf opladen, denk ik. Ik moet mezelf opladen. Pas op, Kirby. Let's go. Zo vet dit. Deze leveltjes zijn zo cool. Dit is echt veel te leuk. Hoppa, we spelen bowling, jongens. Let's go. Move. Ja, toppie. Oké, dus kan ik hier ook bowling doen? Ja, oké. Ja, dit was de bedoeling. Go, 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 go. Lekker. Oké, let's go, Kirby. Ja. Hallo. Waarom kan ik niet gewoon door die steen heen dan? Oké, let's go. Hoppakee, let's go. Bowling spelen. Heel nice. Geef me mijn prijs maar. Ja, 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 ja. Oké, en dan? Dan gaan we hier naar boven. Bam! Het is zo leuk. Very nice, very nice. En hier? Gaan we hier doorheen? Ja, hier gaan we zeker wel doorheen. Kunnen we gewoon dwars door de lava en naar boven. Yay! Oh, we zijn de top van de ijsberg. Heel vet. Ja, en dan? Kunnen we de laatste twee energiebollen weer halen hier zo? In de andere dimensie. Oké, deze moeten we even zo inademen. En dan, boom, dat ding terugduwen. Ja, let's go. Gaan we dit allemaal pakken zo? Gaan we zo een grote ster daar naar voren gooien, zodat deze allemaal voor ons verdwijnen? Ja hoor, toppie. Yay. Ik denk dat we die ook moeten laten verdwijnen. Gewoon zo, op deze manier. Yes. Dan deze pakken. Op die bom plempen. Ja, wegwezen ermee. Trappetje naar beneden, denk ik. Of dit even opzuigen zo. En dan deze ster naar voren. Ja, en dan hier deze. Die op die bom knallen. Ja, oké. Dit is net een puzzel, joh. Het is net een puzzel. Let's go. Bam! Go, Curbs. Heel goed. Heel goed van je. Oké, pakken we deze.
Dan zakken we naar beneden. Dan schieten we gelijk. Lopen we er achteraan. Oh, deze moeten we ook oppakken. Oké. En dan gaan we zo. En dan schieten we die er weer achteraan. En dan denk ik deze ook maar pakken. Ja, oké. En dan schieten. Lekker, man. Lekker, man. Hieraan hangen. Heel goed. Oh, dan hebben we hier een bom. Ja, die schiet zichzelf dus naar beneden. Oh, tempo. Oeh, dat ging net goed. Dat ging echt maar net goed. Een beetje rennen, denk ik. Dus denk ik beter om te rennen dan om gewoon rustig aan te lopen. Deze naar beneden halen. Hier naar beneden. Oh, wacht even. Ik denk hier even een pauze houden. Het komt misschien wel in één keer, hoor. Maar ik denk, doe eens een keertje rustig. Ik neem een keer geen risico. Dat kan ook, hè. Normaal neem ik altijd een risico. Ik doe het nu gewoon een keertje niet. Zo, dit wordt een grote, jongen. Oh, lekker. Big star, let's go. Uppie erbij, trappetje omhoog. Deze pakken en dan, ja, dit wegschieten. Wegwezen. En dan zijn we er weer door. Toch fijn als je een keer iets wel in één keer haalt. wat gaan we pakken? We hebben een bed. We hebben een... Ja, de zweep. Let's go. We gaan rodeo. Hoppa, let's go. Alhoewel, de zand was ook wel nice. Even kijken, kan ik dat zand omhoog gooien? Ja, oké. Laten we een keer voor het zand gaan. Lijkt me wel leuk. Boldomer. Hallo, Boldomer. Hier, pak aan. Ja, soepel, soepel. Heel soepel. We gaan goed, jongen. We gaan goed. We gaan echt wel goed. Oh, dit was minder. Ik wil mijn zandkracht terug. Dank u. Boldomer komt eraan. Vuurbal in de midden. Let's go. Oh my god, die zandpower is sterk, jongen. Die is echt sterk. Kijk dan. Ik sloop hem zo hard met die zandpower. Oeh. Lekker dit. En de laatste twee energiebollen hebben we ook weer te pakken in dit level. Level 7.1. Very nice. Yeah. Alright, en dan hebben we dit leveltje gehaald. Wel een leuk level dit. En door naar level 2. Yo, wat is dit dan weer? Komt hier de lava van alle kanten op me af of zo? Hallo vogel. Oh, ik heb hem te pakken. Ik had hem gewoon gepakt of zo met me. Ik leer nog steeds nieuwe aanvallen. Ik weet niet, ik had dat beest vast op de een of andere manier. Of hij had mij vast, dat kan ook. Ik ga hier even buitenom, zo. Ja, toppie. Oké. Helemaal goed dat jullie hier zijn, hoor. Maar ik maak jullie wel even kapot. Wow, Mario vibes. Hoe heet dat? Die lava slierten. Let's go. Oké, auw. Oké, we moeten uitkijken voor de bommetjes. Ik probeer wel even dan die happies te pakken. Oh, wat is dit allemaal? Ja, ik ga dit gewoon pakken, hoor. Ik ga er gewoon doorheen. Ik ga dwars door jullie heen, vrienden. Boeit me niks. Let's go. Oké, ik heb alleen nog wel maar de helft van mijn leven nu over. Dus dat is niet zo nice. Oh, er komt ook weer een vuurbal op me af. Die gaat waarschijnlijk daar tegenaan knallen. Wegwezen, die vogels zijn vervelend. Let's go, let's go. Ja, we zijn er. Moet ik hierin? Ik moet hierin. Ja, oké. Ah, het is wel een beetje uitdaging. Dit is wel leuk. Oh, wat is dit dan weer, joh? Ik ga jouw ninja powers pakken. Kom maar, ninja. Dank u. Gaan we hier naar beneden? Goed alles in de gaten houden hier, hoor. Anders missen we denk ik van alles. Ja, oké, daar zit niks. Daaronder zitten wat sterretjes. Die zouden we wel kunnen pakken op zich. Waarom niet? Let's go. Die pakken we gewoon mee. Ninja sterren gooien of whatever het zijn. Het zijn geen ninja sterren. Het zijn van die werpmesjes. Oké, hier komt waarschijnlijk een bal richting mij. Ik kan er niet nu achteraan. Ik kan wel nu hier naar beneden zo. Hier deze bom laten ontploffen. Ja, dat moet ook. Dan kan ik door hier naar links. Let's go. Oh, daar is nog een ninja. Wow, er zit gewoon een ninja aan de muur. Kan ik hier doorheen? Ik denk het wel. Ja, kijk, hier kunnen we gewoon langs. Leuk gedaan. Oké, hier is een krachtbol. Ik moet hier boven zweven en dan moet ik dus op het juiste moment een mesje gaan gooien. Oké, spannend, spannend. Timing is moeilijk, hoor. Oeh, deze is moeilijk. Deze timing is heel moeilijk. Oké, go. Ja, ik heb hem. Nice. Ja, deze was ook wel lastig. Hier had ik zeker wel 6, 7 of 8 pogingen voor nodig. Misschien wel meer. Lekker dit, oké. Oh, ik moet wel springen. Sorry. Ik denk ik loop er gewoon vanaf, maar dat ging even niet goed. Oké, gaan we hier naar beneden. Dan moeten we even ook weer goed timen. Let's go. Oh my god, dat deed ook weer pijn. Oké, beter zweef ik gewoon. Dan kan ik het beste denk ik mee focussen. Dan moet ik hierin. Volgens mij was daar geen energiebol. Laten we het hopen. Oh, we kunnen hier jump meneer pakken. Jump Kirby. Oei. Ik denk dat het ook wel hard nodig is trouwens om jump meneer te pakken. Oké. Nice. En naar links. Heel top. En naar boven. Ja, lekker. Ik ga denk ik wel gewoon hier. Let's go. Oké, maar let's go. Ja, top. Let's go. Lekker. Woe. De derde energiebol hebben we binnen. Oké, top. Oké, ja, fruit.
Oké, dit komt vrij rustig. Dit komt vrij rustig. Ik had paniek voor niks. Het is weer een beetje donker hier binnen. Er zijn elektriciteitsdingetjes. Misschien moet ik die even pakken. Misschien moeten we even de elektriciteitskracht pakken. Kijk, dan kunnen we ook een beetje om ons heen kijken af en toe. Dat is nice, dat is nice. Oké, hier moeten we niet onder terecht zien te komen. Hier is vuur, meneer. Die moeten we even slopen. Bam. Kijk, daar hebben we weer eten erbij. Oh, een kaars. Dat is ook altijd wel handig. Maar wat hebben we aan een kaars op het moment dat we op het water gaan dan? Oh, kan ik die kaars boven water houden? Oh ja. Die kaars kunnen we boven water houden. Oké, cool. Dan moeten we gewoon blijven springen zo. Ja. Die kaars zullen we wel nodig hebben, denk ik. Oh, we drijven ook echt. Oh, oké. We hebben een zwembandje. Super chill. Ik was weer te gierig. Oh, dat ging net goed. Dat ging net goed. Heel nice. Ik ging net een klein beetje naar beneden. Kijk, die kaars. Die hebben we hier nodig, denk ik. Dan kan ik die daarop gooien. Zo. Kijk. Ja, oké. Ik dacht even dat ik misschien daardoor niet een energiekristalletje kon pakken. Maar nice. Ja, top. Hier zat geen energiekristal. Maar het was wel nice om die kaars even mee te nemen. Oké, we moeten weer tempo maken, jongens. We moeten weer tempo maken. Wat zijn dit voor krachten trouwens? Is dit een power? Nee? Wel vuurpower? Laten we vuurpower meenemen en rennen. Let's go! Gewoon doorrennen, curbs. Oké, deze wachten we even. Oh, ik wou even wachten. Ik zei toch dat ik wou wachten, jongens. Kunnen we een ster pakken? Maar heb ik niet gedaan. We moeten doorrennen. Ja, deze is wel lekker om te hebben. Dan kunnen we hem kapot maken. Dan kunnen we meer mensen kapot maken. Ja, lekker dit. De rennen. Lijkt wel een hardcore beat dit, man. Ik had verwacht dat... Hè? Ik dacht echt dat dat misschien een poortje zou zijn. Omdat het ook in de vorm van een poortje was. Ik denk dat we nu voor het eerst misschien iets gemist hebben, jongens. Zou dat kunnen? Dat zou niet chill zijn, maar het zou zomaar kunnen. Bam, bam, bam. Pak die super bonkers. Maak hem kapot. Lekker dat we deze... Oké, hij is op. Hij is op. Laat maar. Dan moeten we hem gewoon met zijn eigen kracht gaan slopen. Oh, jongen. Doe eens rustig, man. Bonker, man. Doe eens even chill. Ik zei, doe chill. Hoppakee. Oké, super bonkers. Let's go. We hebben toch geen energiekristal gemist. Want aan het einde van dit soort stukjes kan je er altijd twee pakken. Dus dat is chill. Hoe werkte dit ook alweer? Je kon op een bepaalde manier kon je heel hard slaan, volgens mij. Hoe werkte dat? Oh ja, zo kon je dit oppompen en dan was het... Bam! Dat was hem inderdaad. Oké, cool. Let's go. Deze vind ik wel leuk, man. Deze kracht. Oh, oké. Wat komt hieronder vandaan? Ditte. Oké. Allemaal sterretjes waren dat. Trappetje naar beneden. Let's go. Ik moet denk ik hierop slaan. Ik weet niet of ik nou net goed sta. Ik sta er inderdaad net naast. Verdorie. Ik stond er net niet op. Oké, go. Nee, dit is niet hard genoeg, denk ik. Oh, wel? Wel? Ik wou veel harder slaan. Ik wou echt zo hard slaan. Was het niet nodig? Oké, dan was het niet nodig. Nu moet ik denk ik deze bovenste gaan... Ja, dit kan natuurlijk ook. Maar ik denk dat ik deze moet slaan. Dus even kijken hoe dit werkt hoor, jongens. Of deze tegelijk. Moet ik deze allebei tegelijk slaan? Oh, je moet ze een bepaalde kracht slaan. Deze moet één naar beneden. Ja, en deze moet dan één... Ja, deze moet zo met een kleine kracht moet hij naar beneden. Ja. Oké. Ik kon niet zomaar slaan hoe ik wilde. Je moet een bepaalde kracht meegeven. Cool. Oké. Trappetje naar beneden. Even deze vuurbrander weer kapot maken. Yes. Let's go. We kunnen door. Ticket pakken. Kijk, hier is weer zo'nzelfde puzzel. Eerst maar eens gewoon eventjes slaan, zodat al die enemies kapot zijn. Ja, dit is gelijk goed. Deze moeten wij ook één keer slaan. Deze moeten wij dan met deze kracht, denk ik, twee keer slaan. Of... Nee, dit moet wel met drie keer. Maar ik kan hem nog een keer naar beneden slaan. Dan doen we dat gewoon. Doen we dat gewoon... Oh, nee. Nee, oké. Ging net goed. Hier naar beneden. Met de superhamer. Go! Nice. Oké, maar waar zijn we helemaal terechtgekomen dan nu, joh? Naast allerlei gasbranders. 1, 2, 3. Pie! 1, 2, 3. Nog één. Dan moeten we aan de andere kant denk ik nog kapot slaan. Let's go. Ik had beter eerst de buitenste kunnen doen, maar dit moet ook wel werken. Let's go.
Oké, heel dat ding is nu gesloopt als het goed is. En wat gebeurt er nu met deze kristal? Ja, die moeten we ook even kapot maken. Let's go! Bam! Oké, wat is dit? Het is een Malassander. En daarmee kunnen we naar de andere wereld. En de laatste twee energiebollen in dit leveltje halen. Eerst maar eens even het eten oppakken. Kunnen we goed gebruiken. Kirby heeft weer honger. Oké. There we go. Deze nemen we mee. Oh, ja. Ik ga wel gewoon hier naar beneden, denk ik. Waar moet ik naartoe? Oh, ik moet gaan zwemmen. Oké. Let's go swimming. Let's go swimming. Let's go, Kirby. Swimming. Go. Nice. Let's go down. En verder naar beneden. En hier nog naar beneden. Yes. Oké, cool. Nog verder naar beneden. Kunnen hier op en dan hier naar beneden. Ja, en dan verder naar beneden. Ja, knopje indrukken. Ik weet niet wat er gebeurt. Oké, er komt iets onder mij. Er gebeurt iets onder mij en er is een wind. Of nee, er is geen wind. Het lijkt alsof er wind is. Sterretje pakken. Naar beneden. Lekker een beetje zwemmen. Knopje indrukken. Dan heel snel deze kant op. Niet te snel deze kant op. Ik ging wel heel snel. Hier naar beneden. En hier naartoe. Nice. Oké. Jeetje, wat gebeurt er allemaal? Ik moet hier naartoe, hè? Deze opzuigen en dan hier dit knopje indrukken. Yeah. Hier naar beneden. Deze knop indrukken. Dan denk ik dat ik moet springen, inderdaad. Ja, anders werden we geplet. Let's go. Einde van het leveltje, mag ik hopen. Ja hoor. Ja hoor. Oh, we pakken deze ster nog even mee. En dan komt Boldomer straks weer, hoor. Eens even kijken. Ik pak mijn Mac. Beste power-up ooit. Nou, dat weet ik niet. Maar wel een van de. Hij is wel heel cool. Met die zandkrachten waren we echt super snel. Ik denk dat deze misschien iets langer duurt. Oké. Kan ook omhoog schieten, toch? Ja, zo. Vuur omhoog schieten. Oh, dit werkt goed. Het vuur omhoog schieten werkt kapot snel. Ik ga gewoon door. Pak hem. Cool. Ik had geen geduld, hè. Ik wou gewoon gelijk slopen, maar dit is ook oké. Dit is ook oké. Dit is ook dikke prima. Ja, hoor. We hebben ze weer binnen, de energiekristallen. Naar beneden. En dan hebben we dit leveltje straks ook weer uitgespeeld, hoor. Oh, dan zijn we echt bijna bij het einde van de normale playthrough. En dan hebben we daarna waarschijnlijk nog al die minigames die we kunnen doen. Ook superleuk. Daar zijn we. Oh, daar zijn we nog niet. Er zijn nog allemaal ninja's hier die even de wacht staan te houden. Doei. Door naar level 3. En dan daarna, ja, daarna mogen we al de berg beklimmen. Dus er zijn maar 3 leveltjes in deze wereld. Wel hele grote levels. Oké, wat gaat hier allemaal gebeuren? We schieten onszelf naar beneden. Schieten onszelf nog een keer naar beneden. Zo, dat moest echt heel snel. Kijk, dit moet echt heel snel, anders hou je het gewoon niet. Hallo, Mac. Return of the Mac. Lekker. Oké. Ik zie mega grote vuurbal. Kunnen we... Oh ja, ik heb die Mac power. Dus ik kan een soort van vliegen. Ja, dat is heel... Oh my god. Laat mij eens even met rust, joh. Met je pijl en boog. Kijk, we kunnen gewoon een beetje... Dat hebben jullie niet gezien, hè? Oké, we gaan door. We zijn er weer, hoor. Jullie hebben helemaal niks gezien. We zijn gewoon hier. Precies daar waar we moeten zijn. Let's go! Ren. Ik dacht dat jij al lang kapot was. Hij was opeens niet kapot. Jij bent wel kapot. Oké, hier moeten we doorheen. Dankjewel, vuurbal, dat je me helpt. Echt super aardig. Let's go. En jump. Oké, dit kunnen wij zelf ook kapot maken, trouwens. Zo, lekker. Oké, go, 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 go. Deze kapot. Ja, lekker. Vleesje eten. Nam, 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 nam. Nam, 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 nam. Oké, hier is een poort. Zijn er meer poorten? Nee, maar wel een grote M. Let's go. Oké, rennen, Kirby. Hieronder is een bol. Oké, dus we moeten straks terug. En dan moeten we daar... Oké, ja, kijk. Dit kunnen wij zo slopen. En dan moeten wij hier naartoe. Oh, we zouden zo kunnen rennen. We zouden ook kunnen zweven. Maar hoppakee, de eerste hebben we te pakken. Yay. Oké, soepel. Dit gaat goed. Dit gaat heel goed. Oh, er vallen hier van allerlei dingen onver. Jeetje, man. Wie heeft deze vuurballen uitgevonden? Ik vind het hele rare vuurballen. Dit is geen natuurlijke beweging van een vuurbal, jongens. Kijk, dit is een natuurlijke beweging. Nee, ook niet. Hij gaat ook weer zomaar omhoog. Wie heeft dit verzonnen, deze gekke vuurballen? Oké, we staan op één platform. We kunnen naar beneden als we dat willen. Even kijken, wat gaat hier gebeuren? Voorlopig nog niet heel veel. Ik denk dat ik deze sneeuwpop moet pakken. Die zit hier namelijk niet voor niks. Let's go. Sneeuwpop power. Kan ik natuurlijk zo rennen?
Kunnen we dat vuur bevriezen straks misschien? Oh, ik kan ook gewoon naar voren rennen. Oké. Ik hoef er niet op te wachten. Oh, oké. Dubior. Let's go. Oké, Dubior, kom maar. Bam. Het is wel een beetje een moeizame superpower om hem mee te slopen, moet ik eerlijk toegeven, hoor. Oh my god. Nou, daar gaat mijn superpower ook bijna. Kom maar hier, jongen. Kom maar. Kom eens. Kom, wat ben je nou... Wat ben je nou de hele tijd weg aan het gaan van mij? Kom, kom hier. Ja, lekker. Toppie. Oké. We gaan zijn power pakken. Want die hebben we ongetwijfeld nodig. De elektrische power. Even een snoepie eten. Let's go. Wat moeten we met de elektrische power? Die kunnen we hier die bom mee laten ontploffen. Oké, dan hebben we dat emmertje. Kunnen we hier naar boven? Nee. Moet ik hem pakken? Ik denk het. Ik denk het wel. Ik denk het misschien wel. Misschien ook niet. Misschien heb ik nu de verkeerde keuze gemaakt. Of moet ik jouw power pakken dan? Kan ook. We kunnen ook gaan schreeuwen. Oké. Ik zou natuurlijk heel lang kunnen wachten hier. Dat er misschien nog iets gaat komen qua energiebollen. Maar misschien ook niet. Ik weet het niet. Ik denk het niet. We hebben hier Sneeuwpopman weer. Ik denk dat we gewoon wel door kunnen gaan. Ik ben toch nog even gaan kijken. Wat misschien niet heel handig is. Nu ben ik wel mijn superpowertje kwijt. Nou ja, oké. Hallo, Umbrella. Jullie zijn fan van Rihanna, denk ik, of niet? Met haar Umbrella, Ella, Ella. Let's go, let's go. Ik doe dit zo en dit zo. Oké. Zo'n grote vuurbal, jongen. Daarboven was een uppie, hè? Zag je dat? Daarboven was een uppie. Ligt daar meer dan een uppie? Nou, oké. Uppie heb ik niet per se nodig. Wel even alles goed in de gaten houden. Dat er misschien niet ergens achter een energiebolletje verstopt zit. Die kans is hier wel, hoor. Hier mis je zomaar snel iets, denk ik. Hier beneden bijvoorbeeld. Nee, oké. Ik vertrouw dit level niet. Dit level is niet te vertrouwen, jongens. Oh my god, ja, je schiet opeens supergrote dingen. Man, oké, kijk, zie je hierboven. Daar moeten we zijn. Daar moeten we zijn. Let's go. Hier naar binnen. Ja. Oké, we moeten gaan stampen. Let's go. Hoppa. En door. Dan moeten we, denk ik, in één keer... Moeten... Ja, oké, we kunnen dus wel op die lava staan. Had ik niet verwacht, maar oké. We kunnen gewoon op lava lopen, gekke man. Oké, hier moeten we even wachten. Ja, dan gaan we hier naar omhoog. En dan worden we zo omhoog gebracht. Cool. Hier is eventueel een nieuwe schoen. Ja, die gaan we ook pakken. Die hadden we blijkbaar nodig. Let's go, nieuwe schoen. Dan moeten we op die vuurballen bouncen. Ja, lekker dit. Via deze. Dan op deze vuurbal. Dit is cool, dit is vet. Dit is heel leuk. Dan moeten we hier naar beneden. Jee, voor de volgende energiebol. En ja, dit is dan toch nummer 2. Lekker, we liggen toch nog steeds op schema. Super uitgebreid level is dit, man. Ik was gewoon gierig. Ik wou gewoon die hamburgers of die ijsjes of whatever het waren. Die wou ik gewoon pakken. Go! Oké, wat gaat hier gebeuren? Hier hebben we een toeter. Die hebben we nodig. Ja, dan kunnen we zo... Top, dan kunnen we die vijanden kapot maken. Het is niet echt een toeter natuurlijk. Ja, het is wel een toeter. Maar een beetje rare kracht van deze toeter. Lekker bee! Oké, hier zijn er superveel. Moeten we eigenlijk zo gaan lopen, zodat we ze allemaal kapot maken. Ja, top. Ijsje eten. Heerlijk. Ik ga hier nog niet... Ik ga deze nog niet pakken trouwens, want hij heeft een sleuteltje. En ik heb het gevoel dat wij die sleutel wel eens nodig hebben. Moeten we met sleutel en al er doorheen? Is dat het ding? Ja, ik denk het wel. We hebben tenslotte die sleutel nu nog in onze handen. We moeten zo snel mogelijk, denk ik, naar boven klimmen. Zo. Ja, hier naartoe lopen, denk ik. En dan terug. En dan deze hier omhoog. Oh my gosh, daar is weer zo'n grote vis. Ik ga over jou heen springen. Omhoog klimmen met mijn sleutel. Let's go. Oef. Die zag ik niet aankomen. Die zag ik echt even niet aankomen. Ik zat niet op te letten. Zijn we er al? Ja, we zijn er al. Hoppa, de derde is in de pocket. Lekker dit. Oké. Ja, deze vuurlevels zijn wel leuk, man. Wereld 7 is wel echt tof. Oké, wat gaat hier nu gebeuren? Ik kan hier niks aan doen, denk ik. Oh, ik kan hier wel wat aan doen. Hier is gewoon een hendel. Go. Ja hoor. Mega zwaard, man. Kom maar hier. Hoppakee. Super Link. Tears of the Kingdom hype. Wee. Pak hem. Bam. Pas maar op, Ganon. Ik kom er bijna aan.
Mega Goomba. Let's go. Hutse flots. Wat ziek idee. Allebei wegwezen. Heel leuk, man. Dit ultra zwaard. Dan moeten we deze het kapot slaan. Yes. Geen probleem. Geen probleem. Oh, oh. Dat, oh, oh. Ik dacht dat we daar wel een probleem hadden, maar dat is helemaal geen probleem. Het zijn allemaal sterretjes voor Kirby. Let's go. Hier kunnen we gewoon naartoe lopen. Hebben ze alle drie gelijk in één keer. Very nice. Very, very nice. Leventje erbij. Kennen we door. Cool. Ho, ho. Daar gaan we. Bonkers. Super bonkers is ook geen match voor Mega Link. Ja, dan hoef je je niet af te vragen of deze wel een match zijn. Die kunnen we zo makkelijk kapot maken. Easy peasy. Oh, die macaroni. De platform ging ineens omhoog. Oh, oh, wacht. Oh, wacht. Straks gaat dit platform ook omhoog. Of... Ik dacht dat ik bijna te laat zou zijn. Hoppakee. Deze drie zijn ook weg. Ja, 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 ja. En door. Oké, we moeten hier tegen de berg op rennen. Dan moeten we denk ik gewoon... ja, de lava uit de berg halen. Zo simpel is het. Oh, gaan we de vulkaan in? Oeh, oké. Okay. All right. Let's go. Voor de laatste twee energiebollen in de hele game. En dan hebben we ze allemaal. Nog een basislevel. En dan zijn we gewoon compleet, jongens. Dan hebben we gewoon 100% compleet. Dat zou zo sick zijn. Beam. Oké, deze. Pak het. Ja, cool. En door. Lekker. Omhoog. Gaan we deze pakken. En die knallen we hierop. Yes. Ook easy. Oh, wacht even. Ja, oh, dit, ja, dit ging net goed. Ik had dat even iets sneller mogen doen, denk ik. Ik ga hier wel heel even wachten, denk ik. Ik ga hier zeker heel even wachten. Dan deze, die knal ik daar tegen dat ding aan. Oh, ja, dan kan ik wel heel rustig deze uppie gewoon nog even pakken. Nou ja, het is eigenlijk geen uppie, maar ik maak er een uppie van. Hier hebben we twee kansen. De eerste kans is goed genoeg. Toppie. Hier hebben we ook twee kansen. Let's go. Ja, oké. En door. Soepel. Ja, hier mogen we zwemmen. Wow, die vuurbal overleeft het gewoon hier in het water. Oké. 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 Let's go, Kirby. Onder water duiken. Hey, let's go. Lekker zwemmen. Oh my god, waarom sprong die niet? Oké, hier moeten we even wachten. Tussendoor. Ja, en dan kunnen we verder. Oké. Oké. Lekker. Bam. Knopje ingedrukt. Moeten we gelijk door? Ik denk het. Ja, ik denk het wel. Nou, ik weet wel zeker van wel. Ik weet wel zeker van wel. Let's go. Hier omhoog. Ja, en dan hier naartoe. Ja, oké. Okay. Is dit de laatste keer dat we Boldomer dan ook gaan zien, jongens? Waarmee gaan we hem pakken? Kunnen we met een random kracht pakken? Oh ja, deze is op zich wel leuk. Maar misschien is water beter, man. Dan kunnen we zo omhoog. Wop, 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 en dan kunnen we hem blijven slopen. Want hij zit toch continu boven ons. Laten we de waterkracht pakken. Hallo, Boldomer. Oh, het zijn er twee. Het zijn er twee. Het zijn twee Boldomers. Oh my gosh. Oké, helemaal goed. De Boldomer broeders. Oké, soepel. Ah, nee, niet soepel. Ik werd geklapt. Oh, ik word bijna weer geklapt. Ik had net geluk. Die tweede Boldomer komt nu van daar. Ja, oké. Let's go. Boldomer 1 is kapot. Boldomer 2 is ook bijna kapot. Boldomer 2 is kapot. Lekker. Wel vet om tegen twee Boldomers te gaan. Jammer dat ze niet allebei even sterk zijn. Want dan had het wel even twee keer zo moeilijk gemaakt. Maar oké, ik accepteer het. Let's go. Dan hebben we de laatste level compleet en alle energiebollen gehaald. En dan wacht er denk ik nog een eindbaas. Wie is de eindbaas, jongens? Waar? Hier is opeens Toeterman. Die doet een dans. Wat is dit? Dan kan ik in één keer alle vijanden uitschakelen of zo. Had ik die mee moeten nemen? Sikke power. Waar gaan we helemaal naartoe, joh? Let's go. Om de grote vuurballen heen. Door de vulkaan. En naar het universum. Daar hadden we toch een ruimteschip voor. Om naar het universum te gaan. Wow, de vulkaan gaat ontploffen. Daar is level 4, het basislevel. Alle energiebollen in wereld 7. En we hebben er dus nu in totaal 120. Oké, daar gaan we, jongens. Daar gaan we. Level 4. Ja, hier moet wel die draak zijn, hè. Ik denk dat ik met waterkracht ga. Oeh, bom is ook wel nice. Nee, water is het. Nou, ik ga voor water. Let's go. Ik ben de Blastoise van de Kirby Games. Oké, guys. What's happening? What's happening? Ja, daar is die, hoor. Oh, het was zelfs een vierkoppige draak, joh. Ik had gewoon één kop gemist. Ik denk dat hij nu beledigd is. Ik denk het wel. Ik denk dat hij nu heel boos is, omdat ik één kop heb gemist. En nu denken ze allemaal, oh, je hebt mijn hoofd niet gezien. Nee, je hebt mijn hoofd niet gezien. Nu ben ik boos op jou. Dus we hebben nu vier boze koppen van draken. Landia. We zijn er weer bij en dat is prima. Vier hoofd, holla.
Normandia. La 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 la. Oh, oh, ik ga in de hoek staan. Top, dat was een goede keuze blijkbaar. Oké, dit gaat wel... Ah, oh my gosh, ik wist niet dat je dat ging doen. Ik moest gewoon in de midden staan, Kirby. Waarom ging je niet in de midden staan? Nu gaan we onder hem staan. Oké, oké. Ik kan hem niet echt raken, moet ik zeggen. Ik moet gewoon hier blijven staan. Ja, het gaat redelijk. Oh, oh, we hebben hem voor de helft. Ja, nu wordt hij boos. Wat gaat hij doen? Oké, we gaan onder hem staan. Ja, oh, nu zijn het 4 draakjes. Oh, en die gaan allemaal naar beneden schieten. Oké. Goed om te weten. Goed om te weten dit. Oké, pas op. Nice. Nice. Oh, oké. Geef me mijn waterpower terug. Net op tijd. Ja, top dit. Top dit. Dit gaat goed. Nu gaan ze denk ik weer naar beneden schieten. Oh, nee, niet. Ze komen... Oh, mij aanvallen. Oké, soepel. Ja, we gaan goed. Oh, wat ga... Ik ga denk ik nu maar in het midden gewoon. Oh, ze gaan overgooien met een vuurbal. Oké, top. Mag van mij. Mag. Ik vind het helemaal... Oh my... Die had ik niet verwacht, die schuine. Oké, waar ga je naartoe schieten? Ja, jij gaat... Oh my god, we zijn bijna dood. Maar we hebben hem ook bijna. Landia. De vierkoppige draak is kapot. Maar het waren wel leuke draakjes. Ik vond ze wel cool. Ik ga niet liegen. Ik vond het best wel een leuke eindbaas. Oh, nee, maar daar liggen ze. Maar ik heb het gevoel dat ze helemaal niet kwaadaardig zijn. Ik denk dat het van binnen gewoon aardige draakjes zijn. King Dedede en Metanite en Waddle Dee zijn allemaal heel blij, want we hebben de kroon te pakken. We kijken naar boven. Ja, Magolo zegt, brave Kirby, je hebt je reputatie als held helemaal waargemaakt. Zonder jouw hulp was Landia nooit verslagen. Jij bent hopelijk geen kwade geest of zo opeens, hè? En nu is hij eindelijk van mij. Ik dacht het al, hè? De bron van onbegrensde macht, de meesterkroon. Landia was gewoon de bewaker van de kroon, hè? We hebben een brute kracht ontketend, potverdorie. Het was al vanaf het begin mijn doel om de kroon in handen te krijgen. No! Waarom kijk je zo verbaasd? Goed dan, ik zal het uitleggen. Landia heeft mij al eens verslagen, waarna ik naar Popstar ben gevlucht. En daar kreeg ik een idee. Wat als ik jou nou eens Landia liet verslaan? Geniaal, toch? Het was gewoon een vooropgezet plan. Jij hielp me zelfs met de Lore Starcutter. Had ik je daar al voor bedankt? Ja, al 5 keer. Maar nu, muhaha, tijd voor je planeet om voor me te... Wat zeg ik? Tijd om voor het hele universum om voor mij te buigen. En omdat je me zo goed hebt geholpen, is jouw planeet als eerste aan de beurt. Op de knieën, planeet Popstar. Begroet je nieuwe heerser. Het ging hem alleen maar om die kroon. Hij leek zo aardig, maar... Dat is hij niet. Landia, niet Kirby's hoofd opeten. We gaan samen, ja? Oh my gosh. Let's go. We gaan hem pakken. Die vieze Magolor. De Belazeraar. We gaan voor de Belazeraar. Let's go. King Dedede, ga je mee? Ja! We gaan allemaal op de rug van de draakje. Ja, dit is wel cool. Ik dacht het al. Die Landia die zag er helemaal niet zo onaardig uit. Hij wilde gewoon de kroon beschermen. Er is dus nog een wereld. Wereld 8. De andere dimensie. En die gaan we spelen in de volgende aflevering. Dus kanaal de duimpjes omhoog. We zijn er bijna. Abonneer als je van Nintendo houdt. Want dan moet je op dit kanaal zijn. En dan zie ik je bij de volgende. Mazzel!